Graag geef ik het woord aan de president van de Republiek Suriname, tevens opperbevelhebber van het Nationaal Leger, Zijne Excellentie president Chandrikaprasad Santokhi. Ja, bedankt. Master of Ceremony. Goedemiddag, allen aanwezigen hier. Minister van Defensie, mevrouw Matura, en staf van het ministerie. Bevelhebber, maar ook de tijdelijk aangelegde mevrouw Sonja Kuip van de Nederlandse ambassade, commandant Korps Mariniers, brigadegeneraal Jan Hut en al die officieren, staf en militairen, Chief Security Cooperation Office, Lieutenant Commander Nathaniel Schwank van de US Embassy, staf van de Nederlandse ambassade, staf van de Amerikaanse ambassade, alle militairen die hier aanwezig zijn, nogmaals welkom en een frisse middag. En ik ben zeer ingenomen als president, ook in de hoedanigheid als opperbevelhebber, met de aankondiging van de start van de tweede militaire jungle training van het Koninkrijk der Nederlanden op Surinaams grondgebied onder de meerjaren Status of Forces Agreement. En hoe kan het anders, als iets goed gaat, begin je alvast zegen van boven te krijgen. Deze activiteit is een uiting van de hechte samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Nederland. En het vertrouwen dat wij als natie uitstralen en een bevestiging dat wij veel kunnen bereiken met onze natuur, met daarbij het aspect van duurzaamheid en natuurbehoud niet uit het oog verliezend. Beide landen hebben zich gecommitteerd om te werken in vriendschap en op goed vertrouwen. Samen trekken we op met als doel om kennisverrijking, capaciteits- en institutionele versterking te bewerkstelligen voor militairen van beide landen. Dames en heren, de samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Nederland is van historische, onschatbare waarde en op elk beleidsgebied zijn de successen evident. Vanaf ons aantreden als nieuwe regering hebben we samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Nederland onmiddellijk versterkt. En dat hebben we gedaan met een telefoongesprek tussen mijn persoon en de premier van Nederland. Dat we de samenwerkingsrelatie gaan versterken, verbreden en verder uitdiepen naar alle sectoren van samenwerken en naar alle gebieden van samenwerken. Hier is een voorbeeld van een prachtige samenwerking op het niveau van defensie, gebaseerd op wederzijds respect, gebaseerd op vertrouwen, maar ook gebaseerd op vriendschap. Dat vandaag drie legers aanwezig zijn van Suriname, van Nederland en van Amerika om gezamenlijk deel te nemen aan de jungle oefeningen. Allemaal gebaseerd op formele overeenkomsten en de meer bekende SOFA agreement wat goedgekeurd is door het parlement van ons land. Dacht aanwezig. Deze samenwerking en vandaag de start van de jungle oefening zal uiteraard in een breder perspectief geplaatst moeten worden. En we volgen de ontwikkelingen op mondiaal niveau en we zien oorlogen die enorm veel impact hebben op de wereldgemeenschap, maar ook enorm veel impact hebben naar diverse landen. Zo ook mijn land, Suriname, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Maar we zien ook de wijze waarop de oorlog gevoerd wordt. Met inzet van moderne technologie, met geavanceerde wapens, vernietigingswapens. En vandaag zijn we hier om op onze klassieke wijze deel te nemen aan die jungle training. In een omgeving waar we als land bekend staan als een van de drie landen in de wereld dat carbon negatief is.
Maar zo ook willen we dat behouden. Een land met een prachtige biodiversiteit, waarvan u straks geïntegreerd onderdeel van zult zijn. Een land met een prachtige natuur. Een land met een hele hoge graad van bebossing en een lage graad van ontbossing. En daar zult u straks ook deelgenoot van zijn. Wat ik hiermee wil aangeven, dat we als land inderdaad misschien niet die oorlogsdreiging hebben, zoals daar in Oekraïne en andere landen in de wereld, maar we worden ook serieus bedreigd met die climate change, de klimaatverandering. Als een land met een lage kustlijn bedreigd door het opstijgend zeewater, door veel regens, die zorgen voor enorm veel wateroverlast, met name in het binnenland, maar ook de kuststrook. Maar tegelijkertijd zitten we als land met ook andere soorten van bedreigingen die grensoverschrijdend zijn. En dat is de boodschap die ik wil geven. Dat legers niet meer of alleen verantwoordelijk zijn voor die klassieke dreigingen. Dat legers er ook zijn om ondersteuning te geven aan die internationale rechtsorde. En dat legers er ook zijn om die rechtsstaat te verdedigen samen met de civiele autoriteiten. Maar dat die legers er ook zijn om grensoverschrijdende vraagstukken aan te pakken. Tomorrow, I'll address the second summit of the Americas on democracy, initiated by the President of the United States of America. And one of the key elements will be the democracy, the value of democracy, and the responsibility what we have as world and as an individual nation to protect that and to use all means to protect the democracy, to protect the freedom of speech, to protect the freedom of press media, but also to give room to your people to exercise the right of freedom of speech. En dit is bijzonder belangrijk, want vandaag is een beetje te serieus, minister de Defensie, maar geen grappen maken toch, bij zo'n gelegenheid. Want nauwelijks zagen we op de social media de zware beweging, de zware mobiliteit van de aankomst van de militaire voertuigen. En dan begon de social media machine te draaien in Suriname. En dat draait perfect in Suriname, dat kan ik wel zeggen. En een van de berichten wat daar verscheen, dat de regering, de president, bijstand ingeroepen had van het Nederlands leger om te zorgen dat er hier geen demonstraties gevoerd zou mogen worden. En ook bijstand ingeroepen had voor de ordehandhaving. Nog gekker was het tweede bericht. Dat kwam met name als een soort zorg dat het Nederlands leger hier aanwezig was om bepaalde personen aan te houden in bepaalde mega strafbare feiten. Mijn mensen, niks is minder waar. Het leger van Nederland, het leger van Amerika is hier om samen met het Surinaams leger te trainen, te oefenen, elkaar te ondersteunen, vertrouwen te creëren. Oorlogen worden tegenwoordig niet alleen gevoerd door één leger, maar collectief. Waarbij een goede understanding moet zijn, waarbij het moreel heel hoog moet zijn tussen de verschillende legers, de manschappen. Maar ook dat er vaardigheden aangeleerd worden van elkaar, maar dat er ook een basis van vertrouwen
gecreëerd wordt wat nodig is als we een collectieve strijd wensen te leveren tegen grensoverschrijdende veiligheidsvraagstukken die uit verschillende segmenten kunnen bestaan. En ben bijzonder ingenomen met deze training en ik heb de overtuiging dat jullie na de training een basis gelegd zullen hebben voor verder versterking van de samenwerking tussen de beide legers, maar ook het Amerikaans leger, maar ook dat er meer vertrouwen zal zijn en dat zeker het Nederlands leger, Amerikaans leger, niet alleen wat kennis en vaardigheden meegenomen zullen hebben van hun collega's, Surinaamse collega's, maar dat u ook heel wat van de natuur, van de biodiversiteit, van de cultuur ook zult meenemen. En een keertje, als u met verlof bent, met uw dierbaren terug kunt komen om verder te genieten van ons prachtig land, prachtige natuur, prachtig milieu, prachtig volk. Maar aan de andere kant, de Surinaamse militairen ook veel vaardigheden en kennis en professionaliteit zullen hebben opgebouwd uit deze training. Ik wens jullie allemaal een succesvolle trainingsperiode. En minister, ik heb ook begrepen dat een deel van de materialen hier achtergelaten gaan worden. Wil ik alvast gebruik maken van deze gelegenheid om de Nederlandse regering en uiteraard het leger van Nederland alvast te bedanken voor die ondersteuning die zij geven aan het Nationaal Leger. En misschien zal het resultaat van de training zodanig zijn dat ze op zeer korte termijn beslissen om terug te komen en misschien alles hier willen achterlaten voor vervolgtrainingen. Dan mag dat ook. Anyhow, veel succes en God bless you all. Thank you. Excellentie, dank u voor de gehouden toespraak. Dames en heren, thans zullen wij overgaan tot de symbolische overdracht van een zevental 4 tons militaire vrachtwagens, waarvan één hier in het zicht staat opgesteld. De overige 6 heeft u mogelijk reeds opgemerkt toen u over de bauxietweg richting de Ayoko-kazerne kwam. De overdracht vindt plaats door de commandant van het Korps Mariniers aan Hare Excellentie mevrouw Matura. Zij zal de sleutels daarna overdragen aan de bevelhebber van het Surinaams Nationaal Leger, kolonel Q. Asen. De hier aanwezige pers wordt uitgenodigd om zich richting de viertonner te begeven, maar ruimte te laten voor de officiële overdracht. Voor de trainingen en vervoer van personeel. Het komt echt op een heel goed moment. Dus we zijn jullie zeer erkentelijk daarvoor. Heel hartelijk dank. Maar ik zie ook
dat de trainingen heel goed, veel goeds beloven, want ik zie de creativiteit al. Dus dit is prachtig. Ja? Ik wil de bevelhebber uitnodigen en ik wil direct aan hem overdragen dat bevelhebber dat we als goede huisvader hierbij omgaan en ten dienste stellen van die samenleving. Wij staan dienstbaar aan de samenleving. Alles wat we hebben staat ten dienste van het volk. Alsjeblieft. Ja, ja. Oh, wij staan het. Even naar deze gaan kijken. Yes. Andere militaire officier ook komen van Amerika, van Nederland en van ook de diplomaten, allemaal directeur, allemaal. Directeur, komt u. Mag ik naast u komen staan? Ja, 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 helemaal. Ja, ik moet in het parlement zijn verder. Minister, bedankt. Veel succes. Heel hartelijk dank, president. Ja, generaal, dat heel hartelijk dank. Uw aanwezigheid, fantastisch. Wel, bedankt. Ik ga u. Ja, bedankt, mevrouw. Ja, oké. Okay. Ga iedereen groeten. Ja, oké. Okay.